Ik heb denk ik nooit zo'n lekker drankje gehad. Gingerbread cookie masker. Zo leuk dat ze dit bij de Action hebben. Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op het YouTube kanaal van Action. Vandaag ging ik iets heel erg leuks doen. Ik kom eigenlijk net terug van het shoppen bij de Action. En ik heb heel wat meegenomen. Ik ga jullie namelijk in deze video wat nieuwe artikelen laten zien die ik heb geshopt. Nieuwe artikelen die op dit moment te koop zijn bij de Action. Als inspiratie, dat is misschien nog wel een goede tip, heb ik de website van Action zelf gebruikt. Als je gewoon naar de website van de Action gaat, kun je gewoon naar de nieuwste artikelen. En dan zie je daar echt een heleboel nieuwe artikelen op dit moment. Dus daar heb ik naar gekeken en op basis daarvan heb ik een lijstje gemaakt. En daarmee ben ik naar de Action gegaan. Dus ben je benieuwd wat ik qua nieuwe artikelen heb geshopt? Blijf dan zeker even kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op het YouTube kanaal van Action. Mijn naam is Floor Delver. Je kan me kennen van mijn eigen YouTube kanaal Floor Delver. Laten we snel beginnen met deze shopvlog. Goed, ik heb dus echt, zoals ik net al liet zien, een mega tas. En ik begin dan gewoon met het grootste item. Ik zag dit bij de nieuwe artikelen en toen dacht ik, ja, dit heb ik nodig. Oh my god. Ik ben hier zo intens blij mee. Mijn eigen gourmet set. Zo leuk dat ze dit bij de Action hebben. Ze verkopen echt allerlei soorten dingen. Frituurpannen, tosti-ijzers, maar dus ook gourmet setten en grillplaten. Natuurlijk helemaal top met op het oog met het nieuwe jaar en kerst. Vaak ga je dan gourmetten, althans wij wel. Dus deze kon echt niet ontbreken. Dit is een raclette en gourmet set. En ik heb voor 6 personen meegenomen. Je hebt ook voor 8 personen, maar dit is voor mij gewoon echt dikke prima. En hierop zie je ook wat er allemaal in zit. Dus gewoon dat hele ding. En dan ook die pannetjes met 6 van die spateltjes. Dus gewoon voor 6 personen. Deze kostte €17,95. En heel eerlijk vind ik dat echt totaal niet prijzig voor een gourmet set. Dus heel blij mee. Dit zag ik ook bij de nieuwe artikelen liggen. Ik vond deze echt geweldig. Ik heb dus eigenlijk helemaal geen handschoenen meer. Dus ik had echt nieuwe nodig eigenlijk. En toen zag ik dus gewoon deze zwarte handschoenen met zo'n panterstofje. Mij valt het een beetje weg door mijn jurk. Maar ik zal het even hier bij de witte muur laten zien. Dit zijn ze. Mega zacht. Ik heb wel een maat LXL. Maar ik pas dat gewoon dus. Terwijl ik eigenlijk hele kleine dunne handjes heb. Maar misschien valt het gewoon ontzettend klein. Dit is de binnenkant. Ja, dit is toch heerlijk. Helemaal blij mee. Deze handschoenen kosten €2,69. Op dit moment zijn er gewoon vet veel nieuwe kerstartikelen. En ik zag deze ballen in het zilver glitter. Ik dacht, ja, perfect voor mijn 21 dinner. Die moest en zou ik meenemen. Maar ze hadden dus ook echt de perfecte notenkraken ballen. Ik zou hem even hier in laten zien op beeld. En daar hebben ze dus nu ook een versie van met goud en wit. Gewoon heel subtiele kleurtjes. En ik was verliefd. Ik wilde echt het liefst die ballen meenemen om in mijn kerstboom hier te doen. Want mijn kerstboom is goud met wit en champagne kleur. Maar er was er nog maar één specifiek van die ene notenkrakenbal. En ik had er natuurlijk wel, ja, dan wil ik er 3 of 4, anders is het zo random. Helaas was dat het dus niet meer. Dus zeker een tip om even in de gaten te houden bij jouw Action, want die zijn echt geweldig. Dit koop ik echt nooit bij de Action, maar ik liep er langs en het trok me, het sprak me aan. Ik zag deze Candy Cane Winter Edition drink. Oh, dit lijkt me echt heel lekker. Ik ben ook zo benieuwd waar het dan naar smaakt. Want ja, het waarschijnlijk naar Candy Cane, maar de Winter Edition, dat zegt niet heel veel. Dus zou ik hem anders gewoon even proberen. Dit is het blik. Ik wil zeggen het blikje, maar dit is de blik. En de bovenkant is het goud. Het is natuurlijk geen blikje, want hij is aardig groot. Ik ga het gewoon proberen, joh. Ik denk dat dit echt heel zoet is. Oh ja, het ruikt naar kauwgomballen. Oh, dit is heel lekker. Oh, wat erg. Oh, dit is echt heerlijk. Het smaakt naar kauwgombal energy. Maar dit is zero sugar. Het is echt niet goed denk ik voor je, maar oh, die smaak is niet normaal. Ik heb denk ik nooit zo'n lekker drankje gehad. Ik vind hem echt, ik ga deze vaker kopen. Deze kost 78 cent. Ik weet wat ik ga doen. Ze hebben nu dus ook heel veel nieuwe gift setjes met kaarsen, met geurstokjes. En toen zag ik deze liggen.
En ik dacht, ja, die neem ik mee. Dit is de Just Keep Me Balanced. En dan Calming Touch, Fragrance Your Home. Geen idee wat voor geur het eigenlijk is. Dit is natuurlijk ook heel erg leuk om met de kerstdagen of feestdagen te geven aan iemand als cadeautje. Dus deze heb ik meegenomen. Drie keer raden wat er nu ook in de winkels lag. Oud en nieuw dingen. Heel erg leuk. Dit jaar ga ik niet echt per se versieren of zo met oud en nieuw. Ik ga namelijk naar andere mensen toe. Dus dan ga ik niet mijn eigen versiersel dingen meenemen en het daar versieren. Dat is een beetje raar. Maar mocht je dus zelf oud en nieuw bij je thuis versieren, hebben ze dus bij de Action nu heel erg veel oud en nieuw. Versiering, bekers, servetten, prikkertjes, echt van alles. En ik zag deze zilveren vlaggen bij, ja, bij dat assortiment liggen. En ik vond deze heel erg leuk. En deze kost 79 cent. Dan zag ik bij de beauty afdeling twee sheet maskers. Ik zag de Candy Cane Holiday masker en het Gingerbread Cookie masker. Nou, gelijk alweer verkocht. Kijk nou hoe leuk dit eruit ziet. Ik vind dit echt geweldig. Ik kon het niet laten. Ik moest dit natuurlijk weer meenemen, omdat het kerst is. Dit is natuurlijk ook nieuw in het assortiment, want dit is ja, echt puur voor kerst. Dus heel erg leuk. Even kijken. Deze kosten 59 cent per stuk. Dan gaan we door met weer wat eten dingetjes. Ik zag deze choco spoons en dat vind ik zo leuk om gewoon met kerstavond of zo uit een mega grote kerstmok chocomel te drinken met deze spoons. Dit is melkchocolade met een vormpje erop, melk erbij, helemaal lekker. Dus ook dit is nieuw in het assortiment voor kerst. Dan ga ik door naar het ene laatste item wat ik heb meegenomen en dat is dit theelichtje. Ik zag deze dus op de site staan bij nieuwe artikelen. Dus ik ben er gelijk heen gelopen en heb deze gescoord. Ik vind deze echt heel erg mooi. Dit is zo'n theelichthoudertje. Hier kun je dus een kaarsje in doen. In het goud. Je hebt hem ook in het zwart. Die vond ik ook heel gaaf. Maar ik heb alleen maar gouden details. Dus ik dacht, nee, ik kies lekker goud. Maar deze dus. En deze kost €1,99. En dan komen we alweer aan bij het allerlaatste item. Dit zag ik ook op de website voorbij komen bij nieuwe artikelen. Namelijk deze speaker. Toevallig is mijn moeder die van haar kwijt. Het is opeens weg. Geen idee. En daar balde ze gewoon heel erg van. Toen zag ik hem liggen dus. En ik zag het dus op de site staan. Toen dacht ik, ja, dit moet ik gewoon voor mijn moeder meenemen. Als cadeautje voor onder de kerstboom. Mam, ik hoop niet dat je deze video kijkt. Maar dit is dus een Bluetooth speaker. Echt heel erg handig. Hij ziet er gewoon heel goed uit. En verder kan hij ook tegen water. Dus helemaal top. Dus deze heb ik nog voor mijn moeder meegenomen. En dit laatste item die kost €13,95. De tas is leeg. En ik ben heel erg blij met deze nieuwe artikelen van de Action. Ik zou zeggen, neem zeker even een kijkje in de winkel. Want er ligt echt van alles. En check even de website om op de hoogte te blijven van alle nieuwe artikelen. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video op het kanaal van de Action. En wellicht zie ik jullie weer volgende keer op dit kanaal. Doei doei!